Op zondag 10 september is de Tour de Titema Ronde van Hank. We gaan deze dag samen met onze meesterknechten fietsen. Doe mee aan de Social Ride met Devin. Moedig Josse aan voor de finale van Josse gaat voor goud. Of schrijf je in voor het allereerste meesterknecht clubkampioenschap. Lees alles over deze mooie fietsdag op toerdetitema.nl/rondevanhank. Ik heb vanaf kilometer 1 loeizware poten vandaag. Dat is wel weer. Doei! Daar gaan we. Dat heb ik in heel Limburg nog niet gezien hoor. We zitten hoog in de wolk. Het zuurstofgehalte wordt minder. 4 juni begin ik met twee vrienden aan een onmogelijke opgave. Kijk, hier gaan we beginnen. En we hebben slechts 80 dagen om ons voor te bereiden. Dat niet eigen principe is om ervoor te gaan. In de vorige video finishten we de Amstel Gold Race Tourtocht voor 150 kilometer. En dat moest gevierd worden. Sorry Jean, sorry. Deze week is het eindelijk zover. Na 80 dagen voorbereiding reizen we af naar de Stelvio, waar we nog een belofte hebben in te lossen. Oh, dit doet nu al pijn, joh, die eerste. Kunnen wij van de voet van de Stelvio naar de Kouwberg rijden in slechts 8 dagen? Dit is de rit van ons leven. Hoi, vaar. Het is nog iets meer dan 2 weken voor de ride. Korte mouwtjes, de korte broek zijn inmiddels aan. Trainingen worden inmiddels wel pittiger. Strak in duur door hier. Nou je zin? Vroeg nou je zin? Lekker joh. Waardekoor. Deze week staat 15 uur aan training op programma. Vandaag 4 uur, morgen 5,5 uur. Inclusief tempoblokjes. Ik heb voor Mark en Freek, eigenlijk voor ons alle drie, iemand gevraagd die ons een beetje kan helpen. Iemand die wel ervaring heeft met het hooggebergte. Ik heb er heel veel zin in. Tot morgen. Energie daar toevoegen. Het is zondagmorgen, 21 mei. En wij hebben een lange rit voor de boeg. Ik wil ook even jou complimenteren over jouw kledingkeuze vandaag. Ja, jij ook, Devin. Dank je wel. Het ziet er fantastisch uit vandaag, jongen. Ja. Ah nee, nu valt toch nee, niet. Ik wil wel een aantal dingen nog even aankaarten. Er is veel commentaar op onze gebruik van de materie. Bril, overbandjes. Schijnen veel ongeschreven regels natuurlijk aan te zijn. Maar vandaag... Vandaag gaan we. Een lange duurrit. Duurrit? Een tempo. Volgens mij zitten er tempoblokjes in. Dit wordt de langste rit die we er nu hebben gedaan. Dus we gaan even Bastitema-stijl. Ik denk dat ze in het verkeerde gaatje zitten. Ja. Zij ze gisteren. We gaan onze gasten op onze kopman, dit is hoe je het bekijkt. Ik ga ervan uit dat het kopman wordt vandaag. We hebben al leren klimmen met Woetroep. Ja. Wie gaan we nou leren tempo rijden? Wie is de kopman van vandaag? Kijk eens aan. Is dat nou iemand van de... Kijk eens aan. Hoe is het? Nou goed, met jou? Ja, ik heb er zin in. Kevin Inkelaar is onze renner met de meeste Stelvio ervaring. Momenteel is hij herstellende van een blessure, maar hij wil graag zijn ervaring met ons delen. Leuk. Jacques zei 7 uurtjes vandaag. Ja, dat doen jullie ook altijd. Ja jongens, als je gelost bent, kijk maar zelf hoe je terugkomt. Ik ga er niet vanuit dat er iemand lost vandaag. Toch? Ja, je hebt ze de term bordjes binnen uitgelegd, maar ze hebben het een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Ja, ze gaan gewoon van het ene dorp naar het andere dorp oppakken. Ze denken dat de sprint begint bij het bordje dat je dorp ingaat, pas eindig als je door het dorp uitgaat. Ik heb vanaf kilometer 1 loeizware poten vandaag. Het is niet mijn dag. Ja, prima toch? Beetje doorbijten, Devin. Beetje doorbijten. Komt goed. Karakter kweken, hè? Ja. Die uurtjes van Jacques die haken erin. Oei, oei, oei. Aan het water. In Zeeland. Hartje Zeeland. Wat een leven. Ja, dankjewel. Hele grote punten. Boele. Maar ben je nog steeds niet klaar met verhuizen dan? Devin, wanneer moet ik het doen? Ik ben alleen maar op fietsen. Die Jacques die pakt alle uren van mij af. Kan Jacques niet helpen komen een plint te leggen bij jou? Dat moet nog gedaan worden. Vanavond. Vandaag. Ja, zit er na vandaag nog wat in? Ik moet. Als ik echt een boze vrouw. Ik dat eruit. Kevin, je hebt wel eens de Stelvio opgereden, hè? Ja, ik dacht eerst eerlijk gezegd, start onderaan de Stelvio en op de top of zo is het klaar. Is klaar, maar toen hoorde ik van dat je nog 130 kilometer moest. En als je ons fietsgedrag van vandaag ziet, past dat een beetje in een rustig ritje op de Stelvio? Als jullie elkaar weer zo'n beetje gaan uitdagen, dan moeten jullie wel, denk ik. Staan er bordjes op de Stelvio? Ja, er staan een bordje. Twee zelfs. Twee. Wat is met die hoogte dan? Merk je dat goed? Ja, dan ga je wel met het adem merken zo. Je gaat gewoon tussen 27 en 150.
Dat is wel... Maar had je op de Van Tour ook toch gek? 2100. Dat is 2100, hè. Oh, dat is eigenlijk niks, want dan begint het eigenlijk pas. 600 ja, er is nog 500 meter... Ja, ik was kapot bovenaan, dus die 600 meter, die ga je voelen. Oh. Ja, of jullie kunnen ook doen, degene die als laatste daarboven is, jullie wachten gewoon allemaal op elkaar daarboven. Trakteert op een flinke braadworst. Dan heb ik geen portemonnee meer over. Nou, leuk. Lekker zo'n rijtje stoppen, meteen weer tegen. Nou, waar kom je uit? Wat is dit, joh? Ja, dat is net voor Dort, hield de weg ineens op. Daar loopt hij, hoor, hé. Ik ben voor loco's, here we come. Bedankt. Ja, bedankt voor je komst. Ja, jullie bedankt voor de gezelligheid. Lekker, voor het gevoel. Ik heb een beetje het gevoel, waar de fuck zijn we aan begonnen? Dit is de langste rit die jullie nu hebben gedaan, toch? Ja, qua afstand wel. En dan gaan afstand. En daar komen nog wat hoogtemeters bij. Ik wil zeggen, daar komen nog hoogtemeters bij. En nog wat afstand, hoor. 190 is de langste. Zoiets, ja. En dat 8 dagen achter elkaar. Oh ja. Vooral die 8 dagen. Dat twee dagen. Zelf 8 dagen kunnen opladen. Nee, zeg ik van één dag zeg ik, nou, is een piece of cake voor jullie. Maar het wordt wel pittig, denk ik. Maar het moet wel goed komen, toch? Wil je nog wat zeggen? Hoe wil je deze vlog afsluiten, Freek? Het was een mooie dag, een zonnige dag, een lange dag, een gezellige dag. Het is tijd voor een alcoholvrij biertje en kwark. Nee, het is, het is tijd om plinten te leggen, Freek. Ja, ik wil zeggen, plintjes nog voor Freek natuurlijk. Later! Hoogste tijd om in te checken bij coach Rob, die momenteel zelf voor een gravelavontuur in Texas verblijft. Ik ben net wakker. 6:30 daar. Ja. Hoor Texas aan, toch, of niet? Dat zijn de uitzichten, hoor, hé. Ja, hij is een geweldige... Kijk, dit is een hert, loopt nou weg. En gisteren kwamen gelijk, we reden daar de gravelpad af bisons. Eentje werd een beetje boos. Hey, daar hebben we de kop, man. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet niet een beetje dingen op straat van voorbij zien komen van de afgelopen weken, maar we zijn door Jacques flink onder handen genomen, ik zeg. Ja, nee, dat klopt. Ik vind dat jullie... Ik heb mijn hoedje af. Naast je werkzaamheden best wel stevig trainingsprogrammaatje. Vonden wij ook. Ja, afgelopen week stonden ineens 15 uur. Nee, was het 16 uur volgens mij op Strava eind van week. Ik zie mijn fiets vaker dan mijn vriendin. Het leven van een coureur, Mark. Kijk vooral om je heen. Kijk niet naar het asfalt, want het asfalt is overal ter wereld hetzelfde. dat is ook bij Tour de Tietje, maar spelregel nummer 1 is plezier. En plezier, daar hoort niet bij. En dan maakt het afzien ook draaglijk. Want ik denk dat jullie al aardig klaar voor zijn. Dus het is nou vooral de regelmaat houden en de rust naartoe gaan leven. En vooral heel uitgerust aan de start staan. Dat is heel belangrijk. Ik ga lekker de hangmat op zoek, denk ik. En dan kun je naar alle metertjes gaan kijken. Maar het allerbelangrijkste is zeg maar dat je bij die, als je gaat fietsen, je hebt een beklimming, dat je net niet hijgt. Gewoon als je aan het hijgen raakt, tandje rustiger. Je kunt wel hijgen op de Koudberg, want dat is gewoon een interval. En dat is de inspanning van een paar minuutjes maar. Hè. Maar nu is het anderhalf uur plus soms. En dan, als je langer kunt uitademen dan inademen, kun je het de hele dag volhouden. Want dat betekent dan dat je lichaam en je spieren voldoende zuurstof krijgen. Dit komt niet in de zuurstofschuld. Hey jongens, als jullie, ik wens jullie gewoon super veel plezier. En het is een super mooie uitdaging. Als jullie doorheen zitten, gewoon bellen. Ik ben er. Dan gaan we bellen, Rob. Oké, jongens. Ik ga koffie drinken, dan ga ik een graveltocht maken. Gaan wij dat ook doen. Ja, heel veel succes. Veel plezier daarmee. Fijne dagen nog. Doei. 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 Hey. Hallo. Goedemorgen, Valkenburg. It's terribly early. 4:50. Ik heb nog weinig te zeggen hoor, jongens. Ja, dat vond ik niet het interview. Nee, weet je wat het is, jongens? We kunnen er niks meer aan doen. We stappen in de bus en dan vallen we in slaap en dan worden we wakker in Italië. En dan gaan fietsen. Je hebt nu wel echt het gevoel dat je ergens terechtkomt. Dat er wat gaat gebeuren. Dat je ergens terechtkomt. Dat gevoel heb ik ook. Hebben we alles? Check. Kut, mijn telefoon is van de auto. Ah. Dit zijn zenuwtrekjes. Die keer dat het met een tijdstip te maken heeft. Normaal gesproken, als ze met elkaar eens op de tijdstip zijn, dan stom dronken. Ik moet zeggen, dat is erg lang geleden hoor. Ja, dat voelt al de vorige leven, hè? Voelt als 80 dagen geleden. Het is zaterdagmorgen. Nee, vrijdagmorgen. 2 juni. We zijn op zoek naar bus 4. Kijk, 4. Zo, ik ben heel blij dat wij die fiets op die auto hebben. En zat ik ook met zo'n doos moeten sjouwen. Wel met een doos van Cannondale. Cannondale, Synapse, superfast. F12 met die 2 12 speed. Er zit er één gekend in. Nee. Hier zit hij dan in. Mijn witte Super 6 Evo. Heb je die toe opgeladen? Wie geeft er dan ook een fiets die je moet opladen? Waar is dat nou weer?
Even een eerste blik op de mede-riders. Ze zien er wel scherp uit, hè? Fit. Ik heb er nu toe één iemand gezien die denkt dat we naar Ibiza gaan met zijn reiskoffer. Jongen, hier zit en het slaapzakje in, en het kussentje. Kleren bij voor bij het kampvuur, kleren bij voor als het koud is, kleren bij voor als het regent. Papa alles ingepakt, jongen. Aan alles zelf, hè? Ik hoor jou allemaal praten over kampvuurtjes met marshmallows elke avond, maar jij wil alleen maar je bed, jongen, naast een etappe. Ik zijn de plint al gelegd. Het begint er niet over. Freek heeft gevraagd om succesberichten. Heel veel succes allemaal. Stel me niet teleur. Nou, hey, als het nou niet goed gaat komen, jongen, dan. Ik ben bemoedigend hoor. Veel plezier tijdens je lange tocht. Gaat helemaal goed komen, we hebben vertrouwen in. En veel succes. Nou, wat lief. Dit doet toch wat met je, zulke berichten. Ja, tuurlijk, weet je, mensen leven met je mee, maar mensen leven al 78 dagen met ons mee, joh. Ja. Goedemorgen. In leven leven. Goedemorgen. Hoi, Freek. Mark, zeker. Hoi, heel veel zin in. Hoi. Heb je er ook zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Ga je mezelf ook mee fietsen? Nee. Ik zit in de auto. Ik zet de stoelverwarming nog wat hoger als het dan weer wat minder is. Ja, het ziet er best goed uit voor Kami. Ja? Als bij de start maar droog is, dat is lekker. Maar je hebt ons nu de afgelopen 8 dagen een beetje kunnen volgen. Hoe zit het met vertrouwen? Ja, ik heb er wel meer vertrouwen in dan zeg maar helemaal in het begin. Ja, oké, okay, dat is fijn. Dat is jullie hebben echt heel hard gemeten. Dat heeft Jacques ook gezegd. En toen ik het hoorde, denk ik van shit, kan dat wel? Ja, nou eigenlijk kan het niet, maar ja, jullie zullen bewijzen dat het wel kan. We gaan een mooie week van maken. Wat hebben jullie nou gedaan in die 80 dagen? Bijna 3000. Gemiddeld rijden ze 3,5. Maar dan wel vanaf januari. Vanaf januari. Oh, de doping. Nee, ik ben van de week door mijn rug gegaan. Dus, ja. Ik heb pijnstillers mee. Blijf binnen je eigen comfortzone. Ja. Doe geen gekke dingen. Dat is eigenlijk het belangrijkste advies. Dalen in de beugels en niet te gek doen. Hey, succes. Fijne reis. De directeur heeft er vertrouwen in. Daar zijn we er klaar voor. Zo. Zo, dan gaan wij eens een plekje zoeken. Mensen. Bij de stel. Doei, doei. See you in Italy. Koolhydraten door het maagje. Ja, welkom in Prato, hallo Stelvio. Hopelijk hebben jullie een goede reis gehad. Wist je het? Jammer dit. Goedenavond in Italië. Zijn er, maar het regent. De hele dag droog. Ze zeggen dat zo, wat nu valt. Valt morgen niet meer. Goeie reis, gehad? Heerlijk. We zijn er helemaal klaar voor. Ja. Nou, show us the tents. Dit is wel lekker hoor. Dit is wel gezellig hoor. Nou, even inladen. Even tentje weer. Je binnen verkomt. Wel trusten. Echt nog niet gemaakt van de vroege morgen. Oké, okay, let's go. Goedemorgen, zoals Bas zou zeggen. Vanuit Italië van een prachtige ochtend. Tegenstelling tot gisteravond. Kom mijn bak uit de hemel. Alles kan nu lekker drogen. En we maken ons op voor een klein verkenningsrondje hier in de buurt. Hebben jullie er zin in? Tentje dicht. Heel veel zin in. We hebben 80 dagen afgeteld naar morgen. En nu nog 8 voor de last dance. We gaan even een rondje verkennen. Oh ja. Verwarm fiets even voor die spanning eruit. Je bent nerveus, hè? Nee. Ik heb er zin in. Ik heb er vooral heel veel zin in. Daar gaan we. Och, dit is mooi hè. Hier train je al 80 dagen voor. Wat een uitzicht. Het is echt best een pittig klimmetje voor infietsen dit. Dat heb ik in heel Limburg nog niet gezien hoor. Nee, het lichaam weet even niet wat hem overkomt. Gisteren een hele dag opgevouwen gezeten in een bus. Eten en drinken ook niet optimaal. Beloofd veel goed vanmorgen. Weet je wat erg is? Deze kilometers stellen nog eens mee voor de ride. Dat noemen ze dan infietsen. Het was een pittig klimmetje, jongens. Dat niet hijgen principe is al overboord te gaan. Het positieve eraan is, we zijn boven. Vanaf nu? Vanaf nu is het alleen maar naar beneden. Bellissimo. Lekker koffie, hoor. Dames en heren, we zijn aan de voet van de Stelvio. We hebben er ontzettend veel zin in, maar eerst het volgende. We hebben namelijk een belofte gemaakt aan de mensen thuis. Hey, hoeveel likes gaan de benenhaartjes erop? Zeggen dan bij 10.000 likes, gaan wij een waxalonnetje opzoeken.
is nu het moment om die belofte in te lossen. Allereerst bedankt voor deze support. Weet iemand hoe dit werkt? Nee. Die jongens, wie wilde beginnen? Steen, Pier, Schaar, denk ik. Eén manier kunnen oplossen. Net mag de winnaar kiezen wat de volgorde wordt. De winnaar mag het doen bij de verliezer. Is fout gegaan. Devin. Oh, hier heb ik zin in, hè. Ben nu al gewond. Even een plek met veel haar opzoeken. Trek het er in één keer zo hard mogelijk af. Eikel. Kunnen we ook gewoon alle deelnemers uitnodigen om erbij te komen kijken? Of, Binnenkant van het kuitje ook een belangrijk plekje als wielrenner. Deze zit echt heel strak vast, hè? Ja, trek het er maar af, jongen. Ja, wil jij mijn handje knijpen, jongen? Oh, dit doet nu al pijn, jongen, die eerste. Oh. Oh, het brandt, jongen. Fuck. Ja, nou jullie. Die is echt niet fijn, joh. Hij ligt er al helemaal klaar voor. Nou, ik denk, doe het lekker onverwachts. Weet je hoeveel haarverlies ik heb? Oh, jongen, dit gaat zeer doen, hè. Ja, dat weten wij. Adem in, adem uit. Dat is het. Oh, er zit echt vet veel haar. Godverdomme. Heb je geen pijn of zo? Wat is dit? Ja, dat is prima. Easy. Ah, joh. Wat is dit? Er zijn de zenuwen afgekneld in jouw benen of zo. Dus wil je op de hoogte blijven van alle pijn en moeite die wij doen in deze ride, abonneer dan snel. En meesterknecht worden. Ben je meesterknecht? Ben je nog geen meesterknecht? Ben je nog geen meesterknecht? Gewoon doen. Op de allerlaatste avond van onze voorbereiding staat er nog een briefing op het programma. Welkom bij de start van de Ride 2023. We gaan met z'n allen starten. Mike en ik rijden voorop in de koerswagen. En wij gaan op een gegeven moment 30 km per uur rijden. En dan houden jullie niet heel erg lang vol. De wekker gaat om 5:30, dus we duiken snel onze tent in. Ik kan het nog niet helemaal beseffen. Nee, hè? Dat we morgen gaan beginnen, maar ik heb ontzettend veel... Gaat het allemaal zo snel en zo? Veel zin in. Hoe zit de spanning bij jou dan? Lichtelijk gespannen. Gespannen over het onbekende. Ja, ik ben ook lichtelijk gespannen. Omdat je niet weet, heb je nou het goede gedaan? Ja. Laatste weken, heb je nou nog te veel getraind? Heb je het goede gedaan of gaan we het goede doen? Heb je te weinig getraind, veel gegeten, te weinig gegeten? Zullen we de tent in gaan, want we staan nat te regenen? Ja. Dat is een prima voorstel. Dat is goed, mannen. Even een boekje lezen voor het slapen gaan, misschien. Steek je nog wat van op. Gaat lekker. Good morning. Dit is de dag waarop we gaan klimmen. Good morning. It's D-Day. Oh, ik heb wel eens beter geslapen, maar ja. Ik moet zeggen, jongens, de rest nu ons niks anders dan op die fiets te stappen en naar boven te klimmen. En dan de rest van de etappe natuurlijk ook nog af te maken. Dat is niet onbelangrijk. Ik ben geen grote eter. Het is echt strijden. Als er iets niet charmant is, dan is het wel inzoomen op je hopeless eten. We gaan de Stelvio aanvangen met nieuw equipment. Het moet allemaal zo licht mogelijk zijn bergop. De Edge 840. De Edge 840 Solar Power. Die laat zich dus op terwijl dat je fietst, mits de zon schijnt. Vandaag, heel mooi, hebben we een probleem. Ik hoop maar dat die vol is. Vandaag is de dag waar we afgelopen 2,5 maanden toe hebben gewerkt. Voor ons bescheiden niveautje hebben wij denk ik wel alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te staan. 80 dagen geleden voor het eerst een serieuze racefiets aangeraakt. Maar nu is het zover. Heel benieuwd wat ons te wachten staat vandaag. Devin komt met een leuk idee. En dat eigenlijk zoveel mensen zich bij willen dragen aan dat idee. Ja, dan kan ik me wel vereerd voelen eigenlijk. Nu rest ons nog één ding en dat is die mensen trots maken. Vooral gewoon verstand op nul en gaan. We zijn eindelijk van start. Etappe 1 beginnen we aan de voet van de Stelvio tot het Oostenrijkse Pfunds. We leggen van de 1300 kilometer zo'n 132 kilometer af met maar liefst 3350 hoogtemeters. Dus even je tempo zoeken, even in dat ritme komen. Kom je er. Je kunt nog praten, dat is een goed teken, toch? Oh, kijk hier toch lekker tegen die geschoren kuiten aan voor jou? Ja. Oh, joh.
Ik denk dat wij een waxmodel worden na de avontuur. Dat denk ik ook. Freek, wat is jouw morning routine? Ik word wakker. Ik gooi 6. En dan het eerste wat ik zeg... Boele, 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 boele. What the fuck zeg jij allemaal, joh? Ben je heel hoogteziek? Hey, buurvrouw! Heeft ons geholpen met een fietsstandaard. Liever een goede buur dan een verre vriend. Ja. We zijn hier met... Met z'n allen. Je zou bijna niet geloven, maar ze hadden allebei tot 80 dagen geleden nog nooit een racefiets aangeraakt. Dat wint je niet. Ja, ik bedoel, ik wil mijn moraal niet naar beneden gooien, maar... Kijk, hier gaat het beginnen. De haarspeldbochtjes. Je ziet al wat mannen op de pedalen staan. Dat doet pijn. Maar dit uitzicht. Dit is echt prachtig. Kijk eens. Vergeten genieten, hè? Zeker niet vergeten te genieten. Dat is de uitspraak van de week. Maar zeker. Je moet ervan genieten. Hey mannen! Hey Freek, wat zijn wij normaal op zaterdagavond? Schapen. Helemaal lam. Helemaal lam. Boys, we zitten op 1926 meter hoog. Weet jullie wat er op de 2000 meter is? Koffie? Nee. Boomgrens toch? Ja, als je opzij kijkt, dan zie je dat toch. Dat betekent dat de lucht ook iets ijler wordt. Wordt het vanzelf zwaarder. Dan zijn we. Metertje 2000. Hey, nog 30 bochten. Zicht is helemaal weg, jongens. We zitten hoog in de wolken. Het zuurstofgehalte wordt minder. Het is heel belangrijk om nu op die ademhaling te letten. Ja, wat is die stil ineens? Is die zo niet boven? En het wordt wel wat zeiler. We zijn op 21 kilometer. Nog 16 haarspeldbochten. Maar boven gaan we komen. Ik kan de top nog steeds niet zien. Eén bochtje. Zijn we er. Is dit de top? Passo del Stelvio! Kijk, de steken mensen gelopen met skis. Voilà. Fuck. Is het ook tijd voor autoskis? Jongens, challenge 1, completed. Did it. Goed gedaan, man. Ja, gaat goed. De kwetsbollen liggen klaar, hè? Oh, fantastisch. Even kijken hoor, 26 kilometer gehad van de 134. Dankjewel. Is deze dag er nog verder van over? Want de rest van de etappe blijkt er één om nooit meer te vergeten. Ik wil niet meer fietsen. Waar is Mark? Houd onze social media in de gaten voor live updates en ik zie je bij de volgende video. Doei doei!